Nice. Nogmaals, bedankt dat je dit wilde doen. Wat ik eigenlijk allereerst wilde vragen is... waar we het net al een beetje over hadden. Mm-hmm. Je studeert nu geneeskunde. Ja. Is er een specifieke reden waarom je voor geneeskunde hebt gekozen? Ja, die is er. Het is een verhaal wat best wel ver terug gaat. Mm-hmm. Hij heeft afgespeeld in het buitenland. Als kleinkind kwam ik vaak in Marokko. Ja? Ben je trouwens in Marokko geboren of in Nederland? Ik ben hier geboren, ja. Oké. Okay. Maar als kleinkind, ik kwam vaak in Marokko, gewoon met vader en moeder op vakantie. Mm-hmm. Prima. En dan verbleven we dan wel eens zo nu dan in het huis van mijn opa en oma daar. Mm-hmm. En we hadden daar buren. Die buren, die hadden een dochter en die dochter die leed aan suikerziekte. Okay. Nou, suikerziekte kennen wij in Nederland als een hele simpele ziekte die makkelijk te genezen is. Kan je 100 mee worden, prima, zolang je maar de juiste middelen hebt. Dit meisje was 13, had nog een heel leven voor haar, had suikerziekte. Oké, prima, je zou denken niks aan de hand, met de juiste zorg komt goed. Maar de zorg in Marokko is relatief slecht geregeld als je het vergelijkt met wat wij hier hebben. De medicijnen daar zijn heel duur, relatief gezien tot wat de bevolking verdient of de kapitaalkracht van de bevolking. is dat gewoon totaal niet in balans. De ouders van dit meisje, die hadden het dus heel krap, hebben haast geen inkomen. Ze hebben een boerderij waar ze zo nu en dan wat inkomen van krijgen, maar dat zit. Dus die vader die met de diabetes van zijn dochter, kreeg hij opeens iets nieuws in zijn leven waar hij kosten aan zou overhouden. Maar dat lukt hem dan één keer, lukt hem twee keer, drie keer, vier keer, maar dan wordt het moeilijk. Om het verhaal heel concreet te scheppen. Dit meisje had dus insuline naalden nodig voor haar diabetes. Iets wat je in Nederland best wel makkelijk via de verzekering krijgt. Gewoon. Heel simpel, ja. Yes. Je gaat naar een website, je klikt hier, je klikt daar en voor de volgende dag bezorgd met een doosje alsjeblieft hier. Aanwijzingen erbij. Juist. Ja. Daar moest je dus echt naar de dokter gaan die meestal drie dorpen verderop zat. Ja. En dan betaal je er ook nog de hoofdprijs voor. Nou, wat deze vader dus deed, hij kocht dan één keer in de maand een aantal naalden voor zijn dochter. Mm-hmm. En daar deed ze dan even mee. Je moet het zo zien, hier doe je met één naald doe je 2-3 dagen. Mm-hmm. Dat meisje deed met één naald misschien wel een maand. Wow. Nou, en dan kan je wel voorstellen dat de hoeveelheid medicijnen die ze gebruikte was eigenlijk veel te laag voor haar behoeften. Ja. Dus haar suiker was continu te hoog, et cetera. Goed, en het gaat erin sluipen. Dat maakten wij daar dus mee. Als ik daar op vakantie was, dan kreeg ik dat mee. Ja. Nou wil het zo zijn dat mijn broertjes, die hebben ook suikerziekte. Dus als wij daar waren, dan stonden we wel een deel van hun medicatie af aan hen. Zodat zij daar dan weer een tijdje mee kon. Dat is op zich ook al best wel iets bijzonders. Het is niet echt iets wat iedereen zou doen. Ja, medicijnen van je eigen kind afstaan aan een ander. Ja, kijk maar, als je in je achterhoofd hebt van, weet je, als ik straks weer thuis ben, dan kan ik weer gewoon bestellen. Dan wordt thuis bezorgd, niks aan de hand. Ja, precies. Weet je, dan moet het geen probleem zijn. Deze man, is die familie van jullie of is het gewoon een dorpsgenoot? Iemand die... Het is echt gewoon een buurman. Ja, het is een cultuurding dat we buren beschouwen als familie eigenlijk. Ja. Ja. Maar goed, prima. Dus tot zover wij konden, voorzagen wij hen dus in medicatie waar we dan even mee vooruit konden. Hmm. Even kijken als ik me dan even voor de geest kan halen. Toen ik zelf 16, 17 was, dus
toen waren we hier, was volgens mij januari. En in Marokko speelde zich het volgende af. Dat meisje, dat zat al dagen zonder medicijnen. Mm-hmm. Omdat haar vader het in die tijd gewoon eventjes niet kon opbrengen. Hij had gewoon niks. Hij wilde dolgraag, maar had niks. Een van de complicaties van suikerziekte is als je suiker te hoog is, dan gaat je bloed verzuren. Dat noemen ze ketoacidose. Maar je bloed gaat verzuren en op den duur dan gaat je hele lichaam eronder lijden. Deze vader, toen zijn dochter het echt helemaal begon te begeven, zeg gewoon uit paniek, is hij, dat was midden in een nacht, is hij naar de dokter gereden die drie dorpen verderop zat. Heeft bij hem thuis aangeklopt van, kan je me alsjeblieft helpen, kan je me dit? Nou, die man was echt, als je me kan betalen, dan help ik je. Als je dat niet kan, dan kan ik niks voor je doen en laat ik je gaan en laat jij mij met rust. Dus die vader die is daar gewoon helemaal kapot gegaan die nacht voor de deur van die arts. Hij vertelde het later ook zelf terug zo. Zijn dochter die heeft de volgende ochtend niet gehaald. Wow. Die vader die heeft er echt gewoon nog levenslang echt gewoon pijn aan overgehouden. De laatste keer dat ik hem sprak was 3 jaar geleden. Toen vertelde ik hem dus dat ik dokter zou worden. Mm-hmm. Hij barst echt spontaan uit in tranen van hey, zorg alsjeblieft dat je een andere dokter wordt dan die mijn man, dokter. Ja. Dat niet normaal. Maar de reden waarom ik dokter wilde worden, of het idee om dokter te worden, heeft zich gevormd nadat ik die situatie had meegekregen. Dus op mijn 16e en 17e. We kregen dus een belletje uit Marokko van hey, dat meisje is weg. Overleden. Dit en dit is er gebeurd en dit en dat. En weet je, ga je nadenken van dit had voorkomen kunnen worden. Ja. Als ze in Nederland had gewoond, was dat helemaal niet gebeurd. Ja, maar dit, als die arts gewoon zijn menselijkheid zou tonen, gewoon even zeggen van oké, ik geef je nu een naald mee. Desnoods betaal je me later wel terug. Mm-hmm. Het is nu nodig. Dringend. Ja, alsjeblieft. Ah, dat is niet gebeurd. En naar mijn idee zijn er heel veel mensen in die functie die functie eigenlijk niet zouden moeten dragen. En niet omdat ze de competenties niet hebben. Die competenties die hebben ze vast wel. Ja. Maar omdat ze niet het soort mens zijn die competenties zou moeten dragen. De verantwoordelijkheid die ze dragen is veel te groot voor het soort mens dat ze zijn. En ik hoop er één te zijn die dat anders kan doen. Ik hoop er één te zijn waardoor eenzelfde meisje die nacht wel haalt. Ja. Dat was mijn, dat is eigenlijk de basis voor het idee om dokter te worden voor mij. Dat is een beetje best wel een goede motivatie. Ja. Dat is echt een heftig verhaal, man. Ja. Dat is echt. Het feit ook, je hebt ook gewoon gelijk. Er zijn mensen inderdaad, dokters of mensen in hoge posities, mm-hmm. die hoge posities vooral voor de status willen. Ja. En niet voor het feit dat ze mensen kunnen helpen. Inderdaad. En in sommige landen is dat dan door de organisatie. Bijvoorbeeld in Nederland is dat gewoon door alle organisaties die dat in de gaten houden, alle regels, mm-hmm. is dat gewoon goed geregeld. Maar in Marokko heb je al die instanties niet die daar een oogje in het zeil houden of ervoor zorgen dat de inderdaad. Mensen met minder middelen alsnog die hulp krijgen. Mm-hmm. Dus dan moet het echt vanuit de dokter zelf komen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Er wordt daar heel weinig gecontroleerd. Dat is echt. Ja. Zou je ook uiteindelijk dan weer terug willen naar Marokko? Nee. Je wil gewoon het werk hier in Nederland doen? Kijk,
Ik wil later, zie ik mezelf werken in, ja, in meerdere landen. Mm-hmm. Maar ik wil voornamelijk, ik wil me wel gevestigd houden in Nederland. Mm-hmm. Hier een vaste baan hebben. Maar ik wil wel zo nu en dan om de maand of twee wil ik een reis gaan maken naar een ontwikkelingsland. Waar ik dan voor een week of twee, drie mensen ga helpen die daar behoefte aan hebben, maar zichzelf daar niet in kunnen voorzien. Het liefst dan met een team van meer artsen die dezelfde ambitie delen. Is dat dan Artsen zonder Grenzen en zo? Artsen zonder Grenzen is daar een heel goed voorbeeld van, maar er zijn inderdaad meerdere organisaties. Maar dat is hoe ik het voor me zie. Maar in Marokko zou ik ongetwijfeld wel een keer komen dan. Ja, als je sowieso op vakantie gaat, ben je daar. En dan ga je waarschijnlijk ook nog het een en ander doen. Ja, ook. Of ik zou er een keertje op een medische missie kunnen gaan buiten vakanties om. Maar ik zou het niet beperken tot Marokko alleen. De wereld is veel groter dan Marokko. En er zijn meer behoeftige mensen dan alleen maar Marokkanen. Klopt. Tja. Dat is wel iets moois om naar uit te kijken. Dan snap ik ook wel dat je die opleiding, die best wel heftig is, best wel zwaar is, je bachelor in 1 jaar in plaats van de 3 jaar waar de meeste mensen het, waar de meeste mensen voor nodig hebben, dat je dat dan zo gefocust af hebt kunnen maken. Ja. En nu dus in je vijfde jaar. Even kijken wat daar gebeurde. Even weg. Oké. Okay. Back. Volgens mij zijn we weer. Yes. Dat verklaart wel je focus en waarom je dan er zo hard voor werkt. Mm-hmm. Dat heeft dan ook weer met die eed van Hippocrates te maken, toch? Dat is een Hippocrates, is dat? Maar wat heeft te maken met die eed? Dat je vooral de mensen wil helpen. Dus als, volgens mij een van de regels daarin is, ook als mensen niet voor me kunnen betalen of niet iets terug voor me kunnen doen, maar ze hebben mijn hulp nodig, dat je dat alsnog doet. Ja. Dat is wel. Ja, klopt. Doen ze dat eigenlijk? Is dat nog steeds overal in de wereld dat je die eed af moet leggen? Dat weet ik niet. Nee, want het lijkt me als die Marokkaanse arts dokter is geworden, dat hij ook die eed af heeft moeten leggen. Absoluut. En dan eigenlijk gewoon aansprakelijk is. Dus dat je absoluut. Maar er is waarschijnlijk niks meer mee gebeurd. Het is eigenlijk wat jij net zei. Er is geen hele sterke controlerende instantie die kijkt of de regels wel goed worden nageleefd. Die man die zit ergens, die heeft een praktijk. Een dorpje waar een paar honderd man woont. Hooguit. Ja. Weet je? Dus hoeveel zicht is er op die man vanuit de overheid? Hoe groot is het belang om die man te controleren? Organisatie is daar een stuk minder ver dan hier. Hier zou je daar gewoon genadeloos worden afgestraft. Heel simpel. Ja. Hier zou het niet eens zover hoeven komen. Maar mocht het zover zijn gekomen, dan is je daar wel de gevolgen van gezien, zeg maar. En heb je dat? Want dit is dan de situatie die dat in je naar boven brengt. Ja. Het feit dat je mensen wil helpen. Ja. Maar het feit dat je ouders bijvoorbeeld medicijnen afstaan aan een dorpsgenoot. Ja. Dat is op zich ook al iets wat je waarschijnlijk dan vanuit thuis meekrijgt. Ja. Zijn je ouders ook echt zo bezig met begaan met de mensen om hen heen en met mensen die het minder hebben? Ja, kijk, ik heb als kind af aan heb ook altijd meegekregen dat je mensen moet helpen die het minder hebben dan jij. Mm-hmm. Mijn ouders die hebben me ook altijd meegegeven van hey, wij komen uit Marokko, wij zijn daar geboren, wij weten hoe het leven daar is. We zijn hierheen gekomen nu uiteindelijk. Jullie zijn hier geboren. Jullie hebben het veel beter dan wij het hebben gehad. Nou ja. Jullie zijn bevoorrecht. Jullie hebben onderwijs, jullie hebben middelen, jullie hebben contacten, jullie hebben mogelijkheden. En mijn vader en moeder die hebben er altijd op gehamerd van
hou het niet alleen maar voor jezelf. Deel het met mensen. Geef het terug aan... Juist. Verspreid het geluk wat je hebt. Ja. Het is best wel herkenbaar wat je dan van je ouders hoort. Want dat is inderdaad... Mijn ouders zijn opgegroeid in Afghanistan. En mm-hmm. als zij vertellen over Afghanistan en hoe ze daar, zeg maar, leefden, welke regels ze hanteerden... Ja. Ja. Welke ambities ze hadden. Mm-hmm. En als je dat vergelijkt met hoe ik leef hier... Mm-hmm. Dat is eigenlijk nooit echt met elkaar te rijmen. Ja, het is een verschil natuurlijk. Is, ik denk, voor mij sowieso niet echt te begrijpen hoe het daar is. Ik kan het horen. Als ik terug ga, kan ik het een beetje meemaken. Ja. Maar omdat ik hier ben opgegroeid en zoveel dingen hier heb meegemaakt... Ja. Ben ik veel meer gevormd door de organisatie, de samenleving hier dan door alleen mijn twee ouders die daar vandaan komen. Ja. Dus ik vind dat ook best wel een moeilijke strijd om, zeg maar, het is niet dat je moet kiezen, maar het is wel of je bent vooral Marokkaanse Suleiman die daar vooral die waardes en normen, ambities hanteert, of de Suleiman die echt hier in Nederland is opgegroeid en deze normen en waarden meekrijgt. Ja. Hoe heb je dat zelf? Heb je daar, zeg maar, überhaupt, is dat een conflict voor jou om die twee dingen te kunnen rijmen? Het is heel herkenbaar wat je zegt. Mm-hmm. Het is moeilijk om dat te rijmen als je cultuurzaken erin meeneemt. Heel veel cultuurzaken. Ja. Wat ik voor mezelf, hoe ik dat zelf een beetje in balans probeer te houden, gaat me nu beter af dan voorheen, is ik probeer cultuur echt zoveel mogelijk te vermijden. Wat bedoel je dan precies met cultuur? Nou, want er zijn best wel veel, families die willen dat hun zoon het hoogst haalbare haalt. Ja. Een dokter. Ja. Een architect. Of weet ik veel. Ja. En dan is het vooral omdat ze willen zeggen, in ons land, dus in Marokko, in Afghanistan, als je dat niet doet, dan zit je gewoon in een positie waar je te maken hebt met mensen om je heen, die macht over jou hebben en die niet altijd eerlijk zijn. Ja. Als je een dokter bent, dan heb je gewoon een goede positie, kan je voor jezelf zorgen, kan je voor je familie zorgen. Mm-hmm. En dat is dus uiteindelijk het beste voor je. Maar als je kijkt naar Nederland, is dat niet echt de beste motivatie om zoiets te doen. Nee. Want hier is in principe, de meeste mensen hebben een bepaalde basisrecht. En die zijn tot dat recht zijn ze gewoon beschermd. Klopt. Dus dan zijn er twee werelden, waar twee motivaties om iets te doen. En dat is dan allebei cultuur. Ja. Daar kom je niet echt om. Lijkt me niet echt onderuit. Ik begrijp je heel goed wat dat betreft. Mm-hmm. Maar ik denk dat er wel degelijk ergens een uitgang is om tussen die beide twee werelden uit te komen. Ja. Hoe ik dat voor mezelf doe en heb gedaan. Je kent het wel, de vraag, voel je meer Nederlands of voel je meer, weet je, Marokkaans, Afghaans, Turks, weet ik. Ja. Die heb ik ook heel veel gehad. Hij is heel irritant, heel vervelend. Klopt. Als je hem hoort. Maar als je dan 's avonds in bed ligt, weet je, licht uit. En ik van, die vraag die heb ik toen heel kort af en simpel. Heel simpel van de hand gedaan. Maar wat is nou echt mijn antwoord op die vraag? En dan ga je over dingen nadenken. Mm-hmm. Ben ik een Nederlander? Ben ik een Marokkaan? Ben ik een... Weet je? Voor mezelf heb ik... op een gegeven moment heb ik... mezelf de vraag gesteld. Wat is belangrijk voor mij? Welke identiteit is belangrijk voor mij? Marokkaan? Nee. Hollander? Ook niet. Weet je? De enige identiteit die... waarvan ik heb zo die belangrijk is voor mij, is ik ben een godsdienst. Mm-hmm. Dus ik ben zelf een moslim.
ik heb voor mezelf besloten dat dat de enige identiteit is waar ik, waar ik mezelf aan wil koppelen. Ja. Ja. Dus ik ben een moslim. En voor de rest, ik heb niks met landen of met een vlag die ik met trots wil dragen. Of. Maar die cultuur dan, want je ouders zijn Marokkaans. Ja, natuurlijk. Ze zijn opgegroeid in de Marokkaanse cultuur. Ja, natuurlijk. Ze hebben die normen en waarden. Ja. Ze hebben die gedachtegang, de Marokkaanse gedachtegang. Ja. Dat zijn zij. Ja, natuurlijk. En iedereen voor de rest om je heen heeft een Nederlandse gedachtegang. Is opgegroeid met die normen en waarden en die cultuur. Ja. Dat botst sowieso. Inderdaad. Er zijn dingen die jij doet waarvan je ouders zeggen, ja, maar dat is niet hoe wij het doen. Nee, en er zijn dingen die je ouders en jij doen waarvan de mensen om je heen zeggen van, ja, maar dat is niet hoe wij dat hier doen. Helemaal mee eens. Maar hoe kom je dan, zeg maar? Kan je dus voorstellen dat je thuis heel veel discussies gaat krijgen over dingen. Ja. Als je zegt van, hey, ik wil dit doen, ik ga het zo doen en niet op die manier. Dan is van, nee, iedereen doet het zo. Ja. De zoon van die doet ook zo. Heel gek. Et cetera. En dan is van, nee, je gaat zo doen. En het vergt heel veel veerkracht en doorzettingsvermogen om door die hele walm van kritiek om daar doorheen te bijten. Ja. Soms word je er een beetje moedeloos van. Maar ik heb voor mezelf heb ik echt gezien dat als je het lang genoeg aanhoudt, dat het zijn vruchten afwerpt. En uiteindelijk dan doe je de dingen op je eigen manier. Mm-hmm. Je wordt er niet in gesteund. Absoluut niet. Maar als je dan datgene hebt gedaan, de uitkomsten zichtbaar zijn, en je komt weer terug, dan is van, oh, wat heb je iets moois gedaan. Ja. Prachtig. Wij zijn echt trots op je. Weet je? En ik van, wauw. Had het eerder gezegd. Ja. Had eerder gezegd. Dat me zoveel frustraties geschild. Zoveel gedachten geschild die me hebben doen twijfelen misschien wel. Ja. Maar ja, mensen weten niet beter. Is het nu makkelijker voor je om tegen dat soort dingen in te gaan? Ja. Ja. Omdat je nu hebt gezien dat je het op jouw manier gewoon kan. Ja, ook. Maar ook omdat mijn omgeving ook wel ziet dat ik het wel kan. Dus je hebt dat nu ook al minder van je omgeving? Absoluut. Als ik het heel concreet mag aanhalen. Bijvoorbeeld mijn moeder en vader. Bijvoorbeeld, die waren dan soms wel tegen de manier waarop ik bepaalde dingen deed. Er werd kritiek geleverd van, hey, niet op die manier, op deze manier. Je bent gek, jij weet niet wat je aan het doen bent. Dit en dat. Die kritiek toen was wel echt heel erg aanwezig als ik iets aankondigde wat ik ging doen. Heel veel voorbeelden. Maar die kritiek was echt heel sterk aanwezig als ik iets aankondigde. Nu merk ik echt dat als ik iets vertel, dan is het nog steeds wel een beetje van, ongemakkelijk. Die gast die komt weer met iets. Weet je? Maar die kritiek, die is er haast niet meer. Omdat aan de ene kant heb ik het gevoel dat mijn ouders denken van, oké, we kunnen zeggen wat we willen, maar hij doet toch wel wat hij wil. En aan de andere kant voel ik ook wel een beetje dat ze er elke keer echt vertrouwen in hebben dat het wel... Ja, omdat het steeds dat ik weet wat ik aan het doen ben. Ja. Omdat ze inderdaad steeds die uitkomsten zien. Die mensen zijn een bepaalde leefstijl gewend. Bepaalde normen en waarden, bepaalde patronen. Ik denk ook oprecht dat dat weer met cultuur te maken heeft. Want in landen waar, wat we net al zeiden, waar het minder goed georganiseerd is, heb je zeg maar je omgeving, de gemeenschap nodig, mm-hmm, om echt veilig te zijn. Ja, dus dan denk je ook veel meer in een gemeenschap, in familiebelangen, in groepsbelangen, in stambelangen. Ja. En in landen waar dat niet nodig is, waar je gewoon individualistisch kan zijn, dan kan je in je eigen belang denken. Daar heb je die vrijheid voor. Ja, klopt. Dat frustreert me altijd zo erg. Want het is inderdaad een voorrecht dat wij hier in Nederland mogen opgroeien. Mm-hmm. Ik zou het verschrikkelijk vinden
als ik nu terug zou moeten en daar mijn leven verder zou moeten oppakken. Want denk jij dat jij met die mensen zou kunnen leven? Überhaupt? Ik zou met ze kunnen leven, maar ik zou niet gelukkig zijn. Hoezo niet? Omdat ik hier nu zeg maar heb geproefd hoe het is om in je eigen belang te denken, om echt je eigen persoon te kunnen zijn. Hmm. En als je daar opgroeit of daar gaat leven, dan dat moet je sowieso uit handen geven. Je kan niet alleen zijn daar. Ja. Dat werkt gewoon niet. Hmm. Dan ben je veel te zwak. Er wordt zo over je heen gelopen. Ja. Het is gewoon niet de organisatie voor. Ja. En juist omdat we dat voorrecht hebben, ik vind het zo jammer om het dan op deze plek weg te geven, om dan zeg maar vast te houden aan die cultuur van ja, we moeten in groepsbelang denken. Ja. Als er iemand zou zijn, als er een Afghaans jongetje zou zijn die hier opgroeide, dan zou ik hem altijd zeggen van, het feit dat jij nu de vrijheid hebt om jezelf te zijn, want we hebben allemaal een bepaalde stem in ons hoofd die ons vertelt wat voor persoon we zijn. Ja. Dus we horen iets en dan hebben we daar een mening over. En die mening, die is best wel, het komt heel vaak niet overeen met wat we horen of wat we lezen of wat we zien. Klopt. En dat is eigenlijk ons eigen stem, dat is de persoon die we zijn. Ja. En in die omgeving kan je dat niet, je kan niet overal mee oneens zijn. Ja. En hier kan dat, dus eigenlijk moet je daar dan ook gewoon gebruik van maken. Dat is de vrijheid die je hebt, het voorrecht wat je hebt. Ja. En ik denk dat onze ouders daar steeds zeg maar overheen kijken. Ja. Van juist omdat we deze vrijheid hebben. Heel eens, ja. Als zij die vrijheid hadden gehad, dat vind ik altijd heel jammer. Of dat doet me altijd pijn. Als ik terugdenk aan wat mijn ouders allemaal hebben moeten opgeven, ja, heb ik daar zoveel respect voor. Maar ook heel veel verdriet. Want dan denk ik van, je hebt één leven. En dat leven hebben ze eigenlijk, ze hebben niet het hele leven lang de persoon kunnen zijn die ze willen zijn. Mm-hmm. Die stem hebben ze heel vaak gewoon moeten negeren. Ja. En moeten zeggen van, ja, dat is niet in het belang van mijn familie. Ja. Dat is niet in het belang van de mensen om me heen. Ja. Dus dat kan ik op dit moment niet doen. Ja. Dat zijn verhalen die heel veel horen inderdaad in de gemeenschap. Ja, en dat is best wel, er zijn echt heel veel verhalen die je inderdaad hoort. Ik heb bijvoorbeeld tantes die op leeftijd zijn. En dan hoor je heel vaak verhalen van, supergoed, je doet het hard, staat ik goed op school, ik ben heel trots op je. Maar vroeger wilde ik ook studeren. En vroeger wilde ik ook dokter worden. En vroeger wilde ik ook een advocaat worden, een rechter. Maar ik mocht niet naar school. Ja. Weet je? Ja. En dan denk ik van, wow, er leefde wel een wil in die mensen om te doen sowieso, wat wij nu doen. Sowieso. Iedere mens heeft bepaalde doelen. Ik vind het altijd echt... Ja, ik sta er gewoon stom verbaasd van te kijken dat die mensen hebben kunnen opbrengen om die stem gewoon eigenlijk dood te hebben geslagen. Ja. Om überhaupt te passen in dat hele sociale systeem wat hun continu onder druk zet. Ja. Is dat eigenlijk in Marokko heel erg? Of is dat vooral van die generatie? Dat ze bepaalde dingen niet, dat ze niet mochten studeren of dat wanneer ze trouwden dat ze dan echt in thuis moesten blijven? Het is nu compleet anders. Nu studeren de meisjes wel gewoon. Meer meisjes dan jongens die nu studeren. Dus er is echt een omslag geweest. Maar echt in de generatie van mijn tantes, van mijn moeder nog ook, was het heel erg van, je maakt je basisschool af, je leert lezen. Je leert schrijven, maar daarna dan stop je met school en dan kom je thuis. Je helpt je moeder in het huishouden. Daarna ga je uiteindelijk trouwen. Is het ook heel veel arranged marriages? Dat is ook weer een Nederlands woord voor. Mensen die uitgehuwelijk worden, komt nu in Marokko veel minder voor dan voorheen. Maar ja, het is nog steeds wel aanwezig in Marokko, maar veel minder. Vaak is het ook nu dat
het gaat met acceptatie van beide kanten. Ja. Het is wel aanwezig, maar in een veel mildere vorm dan dat het voorheen was. Dus het is nu ook geaccepteerd dat mensen hun eigen partner uitkiezen? Ja, ja, ja. Is dat ook voor de... ja, je kan natuurlijk niet voor iedereen beantwoorden, maar voor de mensen die je kent hier in Nederland. Als Marokkaanse families, zijn de ouders dan ook van... Ja, jij mag wel... We vertrouwen de persoon die jij uitkiest. We vertrouwen op jouw beoordeling. In Nederland, als ik om mij heen kijk in de Marokkaanse gemeenschap, dan ken ik niemand die uitgehuwelijkd is of uitgehuwelijkd wordt. Dat dus, die hebben zich hier kennelijk wel aangepast op dat deel. Ja. Maar in principe is het vrijwel overal. Is van wij vertrouwen op de keuze die jij maakt. Bij ons thuis is dat ook zo. Nice. Ik bedoel, jij weet bij wie jij je het best voelt. Jij weet in wie jij wat ziet. Mm-hmm. Ja. Dat kunnen zij niet voor je beantwoorden. Dus. Nee, nee. Ja. Zijn je ouders zelf ook uitgehuwelijkd? Of hebben ze zelf ervoor gekozen? Uitgehuwelijkd, ja. Hoe het bij mijn ouders is gegaan. De vader en moeder van mijn vader. Dus mijn opa en oma van mijn vaders kant. Mm-hmm. En opa en oma van mijn moeders kant, die kenden elkaar met een hele verre familieband. Dus ze waren achter van familie. Mm-hmm. Nou, mijn oma die wist dus dat mijn andere oma een dochter had. Dacht van oké, dat zijn leuke mensen, daar gaan we heen. En zus en zo. Ja. Nou, wat ze hebben gedaan, ze gingen bij elkaar op bezoek. Je ontmoet elkaar. En dan... kijk je van of het klikt of niet. Ja, ja, dat is hoe het is gegaan. Dus het is een semi-uithuwelijk. Nee, dat is eigenlijk hoe het in de meeste culturen gaat. Het is niet dat ze zeggen van we hebben iemand en je hebt er verder geen keuze in. Het is inderdaad van we kennen toevallig iemand. Ja. Dan ga je op bezoek en dan leer je die een beetje kennen. Ja. Maar je bepaalt wel echt daar op dat moment direct van, wordt dit wat of niet. Dus al gelijk die ene avond wordt er dan beslist? Ja. Oké. Okay. Ja, voordat je weggaat, dan maak je al kenbaar ja of nee. Want dan weet de familie of dat wordt of niet. En als er niks wordt, dan weet je, dan... dat is best wel kijken ze verder, zeg maar. Ja. Ken je nog die scène van Shushuf Habibi? Dat die dochter... die dochter moet trouwen. En dan komen er steeds allemaal mannen met vaders op bezoek. Ja. En dan gaat zij in de keuken en gaat zo voorbij het gordijntje kijken. Nee. Ja. Dus letterlijk dus, zo ging het. Ja, dat is ongeveer hoe het is gegaan. Ja. Ja. Dat is heftig, man. Ja. Dat is echt heftig. Ja. Ja. Het is... Ik moet zeggen, bij ons is het volgens mij niet dat je gelijk die avond besleest. Je leert elkaar kennen. Uh-huh. Of in ieder geval de ouders die komen bij elkaar op bezoek, die leren de man of de vrouw kennen. Mm-hmm. En dan volgens mij telefoonnummers worden uitgewisseld, zodat je even met elkaar in privacy kan praten. Yeah. Zodat je een beetje elkaar leert kennen. Yeah. En dan na een paar weken zeg je of het wat is of niet. Yeah. Het is niet dat je gelijk die avond beslist. Dat is heftig, man. Ik kan me niet voorstellen hoe dat is. Ja, ik ook niet. Maar gewoon iemand bij je op bezoek komt en je kijkt naar diegene en je praat half uurtje of zo. Ja. En je moet dan gewoon direct bepalen. Dat is een levensbeslissing. Of dat hem voor de rest van je leven wordt. Ja. Echt heftig. Ja, dat is ook echt een... Nou. Wat vonden je ouders ervan? Van zo'n... Ze zijn nu heel erg blij met hun keus. Ze zijn gelukkig. Mm-hmm. Mijn moeder zegt wel elke keer van, toen ik je vader zag, wist ik dat dit hem ging worden. Voor in één keer? Maar ja, kijk, dan heb ik zelf zoiets van, dat zeg je nu... selectief geheugen. 25 jaar later, je hebt kinderen met hem gekregen. Je bent gelukkig, je hebt een mooi leven.
begrijp ik dat je daar zo'n gevoel aan overhoudt. Maar ja. ik denk dat het voor haar heel moeilijk is om terug te halen hoe het toen was. En echt objectief te bekijken. Ja, ik denk dat het heel moeilijk is. Ze zeggen ook wel dat het geheugen van wat wij als mensen hebben is niet de herinnering van het moment zelf. Helemaal maar niet, de herinnering aan de laatste herinnering die je had van dat moment. Dus het is elke keer net, ja, het is iets wat steeds verder wordt. Verdund ja. wordt, weet je? Ja. Dat is zo. Maar ik denk ook, juist omdat we dat met onze ouders hebben gezien, dat liefde en je leven delen met iemand ook best wel een keuze is. Ja, dus, ja. Het is sowieso iets wat je opbouwt, denk ik. Ja, ik bedoel, maar niet alleen puur het feit dat je het opbouwt en dat je eraan moet werken, want dat is op zich gewoon standaard. Mm-hmm. Maar ook, want hier hebben we heel erg dat het romantisch idee van de ware. Ja. Er is één iemand en daarmee word ik echt gelukkig. Mm-hmm. En ik denk dat het veel meer is dat je klikt met iemand en dan kies je ervoor. Juist. Dan is het echt een keuze van oké, dit is de persoon en hier ga ik alles voor doen. Ja, daar ben ik helemaal mee eens, man. Ja, dat is wel een groot verschil met het westerse gedachtegoed. Ja. Waarbij je zegt van, hey, mensen die scheiden hier ook makkelijker. Doen het van de hand met, het was niet de ware. Of, het was niet wat ik verwacht had. Ja. Ja. Het was hem toch niet. Ik denk dat het ook te maken heeft met dat ideaalbeeld. Van, er is één iemand en als ik samen ben met diegene, dan zal ik niet meer gekwetst worden. Ja. Diegene zal me altijd volledig begrijpen. Ja, klopt. En ik zal nooit ongelukkig momenten met diegene beleven. Ja, klopt. Dat is zo onrealistisch. Ja, dat is absurd. Absurd. Ik bedoel, het is ook wel een beetje een verschil in mentaliteit, weet je. Mm-hmm. Volgens mij is die nu uit, of niet? Ja. Er zit een rood knopje daarboven. Deze. Kijk eens of die nu filmt. Nee, het beeldscherm is zwart. Oké, even kijken. Kan het ook zijn dat de accu leeg is? Nee, ik had nog. Zou je trouwens kunnen kijken of hij hier. Want hij filmt nu, hè? Ja. Of hij een beetje goed in beeld is. Is goed. Kan ik deze ook gelijk? Nice. Yes. Super. Ja. Topper. Ja. Oké. Waar waren we? Ja, we waren bij dat. Oh, de misverstanden in. Ja, ook een verschil in mentaliteit. Mm-hmm. Om dan weer terug te vallen op cultuur. In de Oosterse cultuur vooral zie je mensen meer een vechtersmentaliteit hebben. Dat als het even wat minder gaat, dan zijn ze bereid om eventjes te knokken en zich er doorheen te slaan. Hier is het heel snel van, oké, het gaat niet, dus ik laat het liggen. Denk je dat het ook te maken heeft met dingen die je mee hebt, zeg maar? Wat doe je? In die culturen is het meestal iets minder goed geregeld. Er zijn veel meer dingen die tegenvallen, je hebt veel meer dingen tegen je, dingen die je tegenwerken. Ja. Hier, de meeste dingen zijn voor je geregeld. Als je wil sporten, daar is de voetbalclub, en je schrijft je in, je gaat voetballen. Ja. Ja. Onze ouders, als ze wilden voetballen, mijn vader vertelde dat hij... Dan moest je een bal gaan naaien zelf. Ja, dat hij geen schoenen had om op te voetballen. Ja. Dat ze op blote voeten voetballen. Ja. En dan vertelde hij bijvoorbeeld, maar als ik hier was opgegroeid, dan was ik nu profvoetballer. Ja. Dat weet ik zeker. Omdat hij gewoon die drive had. Ja. En ik denk dat dat ook wel heel erg is, als je niet die tegenstand hebt. Ja. Weet je, ik vind dat een hele interessante gedachtegang. Dat is eigenlijk wel een beetje de basis voor al doen en laten wat je ziet en het verschil daartussen. Mm-hmm. Je ziet dat mensen van een niet-westerse afkomst toch, ze accepteren een veel lagere standaard van bepaalde zaken en zijn bereid om dat te incasseren, om dat te slikken, mm-hmm. Voor een beter doel, voor een hoger doel. Mensen met een westerse achtergrond
daarentegen zie je veel vaker dat omstandigheden moeten goed geregeld zijn. Alles moet picobello zijn. En dan pas kom ik in de kaart. Dan kom ik meedoen. Is dat, als al die dingen niet kloppen, dan... Is dat niet waard? Ja, dan is het niet waard. Of dan doe ik niet mee. Of dan hoef je niet op mij te rekenen. Of... Hmm. Dat is wel echt een heel groot verschil wat je ziet. Daar herken ik mezelf ook wel een beetje in als ik mezelf vergelijk met mijn omgeving. Mm-hmm. Maar inderdaad, dat wat jij zegt, wij zijn inderdaad eerder geneigd om dingen te accepteren die wat minder zijn en om ons daardoorheen te knokken. Het is echt meer een vechtersmentaliteit. Van oké, ik accepteer dat het nu zo is. Ik vecht me er doorheen. Mm-hmm. Ja, en dan komt het vanzelf wel weer beter. Ik denk niet dat ik dat heb trouwens. Nee? Ik denk dat ik dat veel minder heb. Ik heb veel meer... als het een beetje tegen zit of als het een beetje moeilijk wordt... dat ik al heel gauw denk, dat is echt te veel moeite. Mm. Ik heb dat wel heel erg. Ja? En sinds ik dat bij mezelf heb gemerkt... kan ik daar iets aan werken. Ja. Maar ik denk inderdaad dat dat komt omdat ik hier heel veel... de meeste tijd van mijn leven heb doorgebracht. Ja, ik begrijp het wel. Ik bedoel, het is gewoon je omgeving. Ja, je bent gewend dat dingen makkelijk gaan. Mm-hmm. En als ze dan een keertje niet makkelijk gaan... denk je van, oké, dit is niet mijn zone. Weet je? En je gaat twijfelen aan jezelf. Ja. Als dingen heel vaak... bijvoorbeeld op school. Basisschool, middelbare school, dat was echt te makkelijk. Dus ik dacht altijd, ik ben echt super slim. En dan kom je ergens, dat denk je. Nee, oké, goed. Ja. En dan kom je ergens en dan gaan dingen niet zo goed. Het is zwaar of het is moeilijk. Mm-hmm. En dan denk je, wacht eens even. Ik dacht dat het aan mij dacht dat alles heel goed ging. Ik dacht dat het gewoon kwam omdat ik heel slim was. Maar het was waarschijnlijk gewoon heel makkelijk. En er zijn dingen waar we gewoon niet goed in zijn. En dat zijn die twee, de mindsets die je kan hebben. De fixed mindset en de... growth mindset, dus groei en iets wat vaststaat. Ja. En in onze, met onze ouders die altijd zeggen, je bent slim. De zoon van heeft dat kunnen doen. Ja. Jij kan het sowieso doen. Ja. Dat is heel erg van de fixed mindset. Je bent slim, je kan alles aan. En als je dat als kind heel vaak wordt verteld, dan ga je daarin geloven. En als het dan iets niet werkt, dan denk je opeens van, oh, dat is niet voor mij. Ja. Dat is moeilijk, dat... Het feit dat ik daar niet goed in ben, betekent dat het niet bij me past. Mm-hmm. Terwijl als je wordt verteld, dit is iets waar je in kan groeien. Er zijn dingen waar je heel slecht in bent, maar dat is iedereen. Mm-hmm. En als je erin oefent en je besteedt tijd aan, dan word je gewoon beter. Ja. Als je op die manier wordt verteld, dan maakt het niet uit wat je uitkiest. Dan kan je letterlijk alles aan. Ja. Zolang je maar de inzet toont en de tijd insteekt. Ja. En dat hebben we niet echt helemaal meegekregen. Ik weet niet of jouw ouders dat anders hebben gedaan. Nee, dat heb ik vanuit huis heb ik dat niet meegekregen. Werd je ook altijd verteld van, je bent slim. Je bent een slimme jongen. Je kan in principe alles aan. Nee, dat heb ik niet meegekregen. Wat betreft school... waren mijn ouders een beetje op automatisch piloot. Ik bedoel, het ging wel altijd goed en het gaat hem wel goed af. Hij kan zijn zaken wel makkelijk op orde houden. Laat maar gewoon zo zitten. Mm-hmm. Maar van wie ik heb leren vechten, dat is mijn opa. Mijn opa is voor mij wel echt een baas. Dat is de rolmodel waar je... Mijn opa is wel echt een baas voor mij. Mijn opa, hij is de allereerste van onze familie die hier naartoe is gekomen. Mm-hmm. Vanuit Marokko. En hij heeft daarvoor een niet normale journey voor moeten afleggen. Dat was echt in mijn ogen legendarisch. Mijn doel is nog steeds om daar ooit een boek over te schrijven. Maar... deze man was als wees. Mm-hmm. Heeft hij moeten zorgen voor zijn broertjes en zusjes. Als kind van 13 werkte hij in het buitenland al. In landen als
tegen in landen als Algerije. Hij ging daar dan echt voor een maand of 3-4 heen. Geld verdienen, komt dan thuis en heeft dan eindelijk 13 jaar. Hè? 13 jaar. Ja. Absurd. Ja. Op zijn 17e is hij naar Spanje gegaan. Mm-hmm. Daar gewerkt voor een aantal jaar. Heeft daar toen een vergunning voor gehad. En toen hij net 21 werd, is hij vanuit Marokko naar dit land gekomen. Te voet, lopend. Hij heeft met mensen meegelift, hij heeft op straat geslapen, onder bruggen. Hij heeft kartonnen dozen moeten gebruiken om zichzelf mee te bedekken, omdat het koud werd in de nacht. En dan, ja, het is echt, als je de verhalen hoort van mijn opa, dat is echt niet normaal. En dan ook echt elke keer als hij dan in een situatie kwam die uitzichtloos was, dan kwam er een man of een jongen op zijn pad die hem hulp bood. Die hem zei van, weet je, je hebt het koud hier, kom binnen, kom wat eten bij mij. En dat was dan, als ik erover praat, dan krijg ik echt kippenvel van. Alsof het zo hoorde te zijn. Dus steeds als het net te veel werd, dan kwam er net een duwtje in de rug. Ja. Maar ook echt dat doorzettingsvermogen, de leefomstandigheden en de standaarden die hij heeft geaccepteerd om hierheen te komen. En dan zijn enige doel was om zijn familie een betere toekomst te geven. Niet eens zichzelf, hè? Het is de mens voor wie hij zorgde. Ja. Ja. En hij was toen 20. Wanneer was dit dan? In de jaren 60, 70? Was in de jaren 50. 50 zelfs? Ja. Dus dan moet hij een van de allereerste zijn geweest. Ja, hij was ook een van de allereerste. Ja. Wat er toen werd gedaan is, gingen dus bedrijven vanuit Nederland, die gingen naar Marokko toe. En die keurden daar mensen. En als die waren goedgekeurd, dan kwamen die mee. En arbeiders. En die kwamen dan mee als arbeiders. Mijn opa die was afgekeurd. Omdat hij had iets aan zijn voet. Nou goed, omdat hij jarenlang keihard had gebikkeld, gewerkt. Als je vanaf je 13e naar het buitenland gaat om te werken. Ja. Maar hij was afgekeurd en hij zei van, ik zou alsnog gaan. Hij zei, ik zou alsnog gaan, maakt mij niet uit hoe ik zou gaan. Hij heeft zijn spullen gepakt en is gewoon vertrokken, te voet. De zee heeft hij overgestoken met een heel klein bootje. Heel instabiel. Ja. In Spanje heeft hij zich moeten verstoppen voor agenten en alles en wat dan ook. Dagenlang moeten lopen, liften, honger, regen. Vanuit Spanje? Kou. Ja, in Duitsland, want hij ging via Duitsland, werd hij opgepakt, heeft hij vastgezeten, is zelfs mishandeld. Door de agenten daar? Ja, ja. Wow. Hij sprak de taal niet, dus hij begreep niet of wat er gebeurde. Hij kon zichzelf helemaal niet, hij kon niks vertellen, maar prima. Maar ondanks al die stations die hij steeds passeerde, werd elke keer erger en erger en erger en erger. Hij bleef doorzetten. Ja. En uiteindelijk kwam hij dus aan de bak in een fabriek waar hij en werkte en slaapte. Totdat hij een huis vond. Toen heeft hij dus een gezin gevormd. Ja. Wauw. Nee, maar dat is echt een bizar. Nee, maar dat is een film. Ik bespaar echt, als ik je de details zou vertellen, echt de gesprekken die hij had met mensen en alles, is echt, je haren gaan van overeind staan. Maar dat is het hele ding. Ja. Er zijn inderdaad zoveel verhalen die mensen niet horen. Ja. Ja. En die jij dan inderdaad op die manier meekrijgt. Ja, maar van mijn vader en moeder heb ik die hele vechtersmentaliteit niet. Ja,
eigenlijk niet meegekregen. Omdat het ging thuis altijd wel lekker. Mm-hmm. Ik kwam als kind vaak bij mijn opa en oma thuis. Mm-hmm. Ik logeerde daar ook heel vaak. En dan krijg je zulke dingen mee. Ja. Weet je? Dat is wel een bijzondere man. Dat zijn echt, voor mij, zoals ik al zei, is het echt een baas, een legend. Ja, absoluut. Ja. Het is ook een mooie verbinding met de verhalen die we nu horen van vluchtelingen die op bootjes, die reis maken naar Europa. En het is waarschijnlijk hetzelfde verhaal. En voor heel veel mensen is dat heel moeilijk te bevatten en ook heel moeilijk om empathie te tonen van oké, dus iemand komt uit een land waar ze leven, waar iedereen, waar ze omgeven, die woont daar. Mm-hmm. En die verlaat dat land om ergens heen te gaan waar er geld is, zodat ze meer geld kunnen verdienen. Ja. En ze denken altijd in individuele belangen. Van, diegene die wil gewoon een makkelijker leven, dus hij komt hierheen. Maar als je beseft wat ze ervoor doen, het gaat veel verder eigenlijk dan alleen maar een makkelijk leven voor zichzelf. Ze maken hun leven alleen maar moeilijker, want die hele reis ernaartoe is eigenlijk een doodsvonnis. Eigenlijk wel, Er zijn waarschijnlijk 20% haalt het. Ja, dat klopt. Als jij die reis af wil leggen, betekent het juist dat je opoffert, als het ware, voor de mensen die je achterlaat. Ja, en absoluut. Dat is heel moeilijk voor mensen om die link te leggen. Het is omdat wij altijd individualistisch denken van, ze doen het voor zichzelf. Ja. En dan wil je ze niet helpen. Absoluut. Ja. Zeg, blijf lekker gewoon in je eigen land. Hmm. Maar als je beseft dat ze het voor de mensen om hun heen doen, dan is het echt niet alleen bewonderenswaardig, maar ook echt inspirerend. Dat is het absoluut. Ja. Heb je gewerkt met vluchtelingen? Ik heb een reeks van taalworkshops gegeven. In Nederland? Ja. 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 In Den Haag. Mm-hmm. Wat ik het leukst vond eigenlijk is inderdaad gewoon de individuele persoonlijke verhalen die je meekrijgt. Wat ik heel mooi vind eigenlijk, en mijn opa die heeft dat ook, deze mensen waar ik mee heb gewerkt ook. Als je spreekt, geven ze eigenlijk helemaal geen blijk van die pijn en verdriet die ze hebben meegemaakt. Ja. Het zijn hele vrolijke, warme mensen die gewoon toelachen, welkomen. Ze geven totaal geen blijk van verdriet. En ik vraag me nog steeds af van, weet je, komt dat door die dankbaarheid of komt dat omdat ze gewoon een hele grote veerbaarheid hebben, veerkracht? Ik denk dat het een combinatie van beide is sowieso. Want het feit dat ze het hebben gehaald is voor hun een soort van blessing. Het is iets wat ze nooit hadden verwacht. Het is alsof jij nu een doel stelt van, ik word een multimiljonair. Ja. En je begint helemaal onderaan en dan word je multimiljonair. En denk je, wow, dit was een droom. Dit was iets wat ik niet had verwacht te halen. Ja. Het was gewoon iets waar ik voor richtte. Ja. Dat is misschien voor hun ook iets. Dat ze het niet alleen maar zien als iets wat zij hebben gedaan, maar iets wat ze ook soort van is gegeven. Ja. De meeste mensen zeggen, God zij dank. Ja. Dat is, in onze taal zeggen ze dat meestal toch? Ja. Maar het is niet, ik heb het niet gedaan. Niet klopt. Dit is me gegeven. Ja. Ja. Ik denk dat dat wel helpt in het feit dat je de dingen die, de pijn die je dan hebt moeten lijden of de slechte ervaringen, dat je dat als een soort van, ik heb dit moeten geven zodat ik dit kon krijgen. Ja, het compenseert, maar toch zou je ergens denken van, als ik had moeten doorstaan wat zij hebben doorstaan, klopt. Want überhaupt dan zou het wel ergens doorcijpelen in mijn manier van praten, in mijn uitdrukking misschien, in mijn aanwezigheid. Maar echt totaal geen vuiltje aan de lucht te bekennen. Dat vind ik zo mooi. Hele positieve mensen. Ja. Prachtig. En het is wel vet om te horen dat die verhalen niet alleen maar in je eigen omgeving zitten, maar eigenlijk in alle. Ja. Dat iedereen wel zo'n familielid heeft met zo'n bijzonder verhaal. Ja. Ja. Dat is wel nice. Ja. En heeft dat je ook, want
we zijn opgegroeid in dezelfde stad, dezelfde middelbare school, dezelfde voetbalclub. Maar we waren nooit echt close. We zijn nooit echt vrienden geweest. Daarvoor kenden we elkaar niet echt goed genoeg. En van buitenaf of van ver af, vroeger was je altijd een beetje de verlegen Suleiman. Ja, klopt. En nu is het echt, als ik je nu van ver af zie, is het gewoon een zelfverzekerde, integere persoon die gewoon weet waar die staat en weet waar die heen wil. Hoe is die reis, zeg maar, geweest? Dat is een hele goede vraag. Kijk, als kind, als puber misschien nog ook zelfs, hou je jezelf heel erg in. Die stem die je hebt, waar we het toen straks over hadden, dus die stem die in jou zit, die voor jou spreekt, die zegt wat jij wil, hoe jij dingen wil hebben, die heb je dan wel, maar ja, je houdt die stem een beetje op de achtergrond. Je haat hem op de achtergrond omdat je denkt van hey, de mensen die het verhaaltje nu leiden, die weten het wel beter. Wat je eigenlijk doet is, je stelt jezelf ondergeschikt aan je omgeving. En verschillende factoren die speelden voor mij daar een rol bij. In eerste instantie mijn afkomst. Ook een beetje hoe ik in de maatschappij lag. Ik was altijd een beetje stilletjes, leefde in de schaduw, op de achtergrond, weet je. Ja. Dus ik dacht van, weet je, de mensen die voorop lopen nu, die weten het wel beter. Ik laat het zo, is prima. En in principe, alles wat je me vertelde was, oké, jij is goed. Ja, is goed. Maar dan word je ouder en je maakt dingen mee. En natuurlijk, die dingen die tegen jouw eigen wil ingaan, die raken je. Doen pijn, veroorzaken twijfels, gemengde gevoelens. Dat sabelt zich op. En op een gegeven moment dan ga je ermee zitten. Je kan iets heel lang wegzoeken, maar het gewicht ervan wordt steeds meer en meer en meer. En op een gegeven moment dan kom je niet meer vooruit omdat je een bepaald gewicht hebt opgebouwd. Het hangt gewoon bij wijze van spreken een enorm blok aan je been wat je op dezelfde plek houdt. En je gaat ook dingen herkennen. Je gaat herkennen dat wat de ouderen eigenlijk doen, de verstandige ouderen, de verstandige volwassenen, dat eigenlijk niet juist is. Niet altijd juist is. En daar ga je ook mee zitten. En op een gegeven moment, ja, dan barst je gewoon uit. Weet je? Je barst uit en je zegt van oké, tot hier en niet verder. Die fase heb ik gehad. Dat ik echt wat ben gaan zeggen van dingen. Ook echt tegen volwassen mensen waar ik echt jarenlang tegen opkeek, die van mij waren gewend dat ik stil was en altijd de rustige jongen was die altijd lachte en meedeed. Die heb ik echt gewoon gewezen op zaken van, dit kan je niet zo doen, het is fout. Dit moet je zo doen. En het leidt tot heel veel weerstand. Nou, je kan je wel voorstellen als je als een hele verlegen gast uit zo'n je schulp uitkomt en je belandt in zo'n weerstand, dan is dat eigenlijk extra het laatste. Zwaar. Ja, dat is het laatste waar je naar op zoek bent. Maar ja, op één. Ja, ik heb altijd wel een beetje een koppigheid in me gehad. Die kwam toen heel goed van pas. Ja. Ja, en zo sla je een beetje door dingen heen. En elke winst die je dan behaalt, elk stapje, hoe klein het ook is, draagt toch bij aan je zelfvertrouwen. En dat zelfvertrouwen, dat gaat groeien. En hoe meer zelfvertrouwen je krijgt, hoe groter de winst de volgende keer is. En hoe eerder je de juiste keuzes maakt voor jezelf. Ja, hoe eerder je inderdaad gewoon durft te zeggen wat je zelf vindt of waar jij jezelf fijn bij voelt. En
dan heb je jezelf geaccepteerd. Dan heb je zelf geaccepteerd dat je wil doen waar jij in gelooft. Mm-hmm. Of waarvan jij denkt dat dat juist is. Maar dan moet je omgeving het nog doen. En dat is dan de volgende stap. Mm-hmm. Dat is een weg met heel, heel veel weerstand. Maar ook daarbij is het weer echt van, ja, is het voor mij echt van groot belang geweest dat ik gewoon, ja, koppig bleef vasthouden aan, ik geloof hierin. Ik heb voor mezelf heel goed nagedacht over wat juist is en wat niet juist is. En ik wil de dingen op deze manier doen. Mm-hmm. Ja, en hou je daaraan vast. Je omgeving gaat op een gegeven moment ook wel accepteren dat jij niet van gedachten te brengen bent. Ja. Waar ze dat voorheen wel gewend waren. En krijg je heel veel opmerkingen die worden gespeeld op de persoon. Mensen weten heel goed welke snaren ze moeten raken. Juist de mensen die dicht bij je staan. Ja, van ja. Had ik nooit van je verwacht. Zo was je nooit. Ja. Je was vroeger echt een hele aardige gast. Je was lief. Je was... Weet je, dan worden je dingen ingeflatst van, hey, nu ben je niet meer aardig, nu ben je niet meer lief, ja. Nu ben je niet meer rustig, nu lach je niet meer. Maar dan denk ik van, hey, ik ben nog steeds lief, ik ben nog steeds aardig, maar ik ben nu mezelf. En de enige reden dat jij mij niet meer lief en aardig vindt, is omdat ik niet meer jou ben. Omdat ik ben. Ja. Dat vergt gewoon heel veel. Ja, je moet door heel veel dingen heen. Dat is emotioneel en psychologisch is dat super zwaar. Vergt heel veel veerkracht. Ja, voor mij is dat ook wel een beetje de periode waarin ik ben begonnen. Waar ik de ontpopping van de verlegen ik naar de, ja, toch wat meer zelfverzekering. Is eigenlijk kort begonnen na de fase dat ik ben gaan stotteren. Mm-hmm. Ik heb een bepaalde situatie meegemaakt, was best wel heftig, was ik getuige van. En daar heb ik toen ja, iets aan overgehouden. Blijkbaar. Mm-hmm. En sindsdien ben ik gaan stotteren. Veel erger dan dat ik nu doe. Nee, ik kan me nog herinneren. Ik dacht ook dat het altijd zo was. Nee. Dat je altijd al stotterde. Ja. Ja. Maar het was destijds echt extreem. Bizar extreem. Mm-hmm. Ik heb een fase gehad dat ik gewoon helemaal niet sprak. Omdat ik dacht, weet je, mijn bijdrage is, ja, die, ja, is toch niet van waarde. Mm-hmm. Als ik iets zeg, dan komt er een beetje gehakkel uit. En voeg niks toe. Ik zet mezelf alleen maar voor schut. Mm-hmm. Dus dan hou je je mond. En wat je dan ziet is, er gaan dingen voor jou bepaald worden. En dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk als andere mensen voor jou dingen gaan bepalen, omdat je zelf op dat moment geen stem hebt. Ja. Dat heb ik letterlijk zo ervaren. Ik had, op dat moment had ik zelf geen stem. Ik had hem wel, maar die stem die kwam er niet uit. Dan ga je zien dat mensen dingen voor je invullen. Jij kan niet zeggen of wat je denkt, dus ik zeg wel of wat jij denkt. Ik maak het je wel makkelijk. Ja. En mensen gaan je een gevoel proberen te geven van het is wel goed zo. Weet je, maak je geen zorgen. Ik zorg er wel voor dat het goed komt voor jou. Maar eigenlijk wil je helemaal niet dat diegene ervoor zorgt. Dat diegene ervoor zorgt wat voor jou goed komt. Ja. En vooral die fase heeft me echt het inzicht gegeven dat ik dingen echt voor mezelf wil gaan bepalen. Dat gevoel waar ik toen mee heb gezeten, dat is eigenlijk een gevoel van onmacht. Een gevoel van onmacht puur en enkel gebaseerd op het feit dat je niet zegt wat je te zeggen hebt. Niet zegt wat je voelt en niet zegt wat je wil. En dan had ik in dat geval in een fysieke toestand, omdat ik gewoon niet onder woorden kon brengen wat ik dacht en wat ik voelde.
Maar ik kon het ook wel heel goed relateren aan de maatschappij zelf in het geheel. Mm-hmm. Hoeveel mensen op deze wereld, hoeveel mensen in deze maatschappij leven er, die die stem ook hebben, maar niet tot uiting brengen. Dingen voor zichzelf laten bepalen. Mm-hmm. Er is niks met de spraak van hen. Die mensen die kunnen prima spreken. Maar het spraakgebrek wat ik destijds fysiek had, dat hebben zij psychologisch. Levenslang. Ja. En dat, ja, het feit dat dat gevoel daar toen in mij is gaan zitten, op die leeftijd al, heeft voor mij wel echt een lichtje aangedaan van, dit is niet oké, weet je, ja. Zo wil ik niet gaan leven. Dat is dus eigenlijk een... Zo mag niemand leven. Het was een heel klein, ja klein, als in het was een heel specifiek moment, ja. Het was vooral omdat je fysiek iets niet kon uiten. Ja, ja. En toen, omdat je de persoon bent die je bent, maakte je er een mentaal en filosofisch probleem van. Ja. En juist omdat je dat hebt opgelost voor jezelf, kon je dat, zeg maar, voor de rest van je leven gebruiken. Ja, ja. Voor het andere gedeelte. Ja, absoluut. Ik denk niet dat iedereen, die je zegt het eigenlijk al, bijna niemand heeft dat. Ja. Mensen die überhaupt geen spraakgebrek hebben, mm-hmm. die doen dat eigenlijk al niet in hun normale leven. Ja. Ze kiezen er niet voor om zich te uiten. Ongelooflijk zonde. Ja, ja, om de persoon te zijn die ze eigenlijk willen zijn. Ja. Is dat ook eigenlijk het moment dat je bent begonnen met schrijven? Ja. Met je gedichten, ja. Je verhalen en zo? Ja, heel mooi dat je die link daarna maakt nu. Dat is inderdaad de fase dat ik ben begonnen met schrijven. Ik had heel erg de behoefte om mezelf uit te drukken. Mm-hmm. Ik beleefde het leven toen echt heel intens. Waarom? Je deelt niks met je omgeving, dus alles speelt zich binnenaf. En alles wat zich binnen afspeelt is gewoon gevoel. Gevoel en gedachten. Nou, mm-hmm. Die mixen bij elkaar, dat is gewoon een hete brei. Klopt. Ja. En dat beleef je heel intens. Nou, ik moest ergens kwijt. Ik moest het kwijt. En als ik dat niet kon doen in woord, dan maar papier. Toen ben ik dus begonnen met schrijven. Gevoel op papier zetten. Het was voor mij meer een manier om mezelf gezond te houden. Gewoon dingen van je af te kunnen schrijven. Ja, ja. Maar uiteindelijk besefte ik me dat heel veel dingen die ik schreef, dat ik die ook wel in mijn omgeving hoorde. Dus dat eigenlijk dat er meer mensen waren die de dingen beleefden zoals ik ze beleefde. Dat, ja, ik heb heel lang geschreven voor mezelf. En toen ben ik dus na een tijdje heb besloten om ermee naar buiten te treden. Hoe lang was dat eigenlijk? Hoe lang schreef je al voordat je het soort van publiceerde voor jezelf? Voordat je anderen het liet lezen? Nou, even kijken. Ik ben misschien begonnen met schrijven op mijn 15e, 16e. Mm-hmm. Het heeft even geduurd. Maar minimaal 4 jaar of zo dan? Ja, ik denk dat toen ik ben gaan studeren, toen ik van de middelbare school afging, toen ben ik ermee naar buiten getreden. En was dat ook het moment omdat je merkte, als je iets liet lezen bijvoorbeeld aan een vriend of zo, dat die zegt, oh, dat is best wel herkenbaar, dat moet je... Nee, niet echt eigenlijk. De omgeving was eigenlijk meer de reden dat ik dingen niet liet lezen. Mm. Op de middelbare school was ik heel erg van het lachen en spelen en plagen. Ik was eigenlijk een clown. Heel simpel, ik was een clown. Maar ik was een clown met een reden. Ik was een clown omdat... De meest cliché reden ga je niet... Ja, ja, ja. Heel cliché. Ja. Maar
die hete brei van gevoelens en gedachten, die probeer je weg te lachen. Ja, weet je? Ja, je probeert weg te lachen. En op een gegeven moment merkte ik ook aan mezelf, als ik grappen maakte of lachte, dan stotterde ik veel minder. Weet je? Ja. Dus dat was super chill. Maar dat was gewoon een soort super medicijn. Ook. Ja. Ook. Ik heb, even kijken, in de vijfde klas heb ik, de site op Facebook, heb ik een heel klein tekstje laten glippen. En toen was ook van, oh, kijk, hij gaat nu de diepe guy uit. En, oh, kijk, hij gaat nu. Dus, ik begrijp het wel. De mensen zeggen ook een keer van, op school is hij een clown. En die twee beelden, die zijn het is heel moeilijk. Dat valt niet met elkaar te rijmen. Mm-hmm. Dus dan ga je ook zelf denken van, hey, oké, misschien toch niet doen. Weet je? Het klopt inderdaad wel dat ik niet zo ben. Of, maar toen ik dus van de middelbare school afging, zag ik het als een nieuw begin. Dat is een hele goeie. Ik zag het echt als een nieuw begin. Heel veel mensen waar ik mee omging, waar ik mee in contact was, die zou ik nu voor heel lang niet meer zien. Klopt. Er zou een hele grote sociale druk van me afvallen. Ik zou eigenlijk beginnen met een schone lei. Precies. Opnieuw. Ja. Ik zou nu in een community gaan liggen met mensen die mij eigenlijk nog niet kennen. Waar je gewoon helemaal opnieuw begint. Dus je kon zijn wie je wilde zijn. Precies. En toen was ik al zover dat ik voor mezelf had besloten van, ik wil mezelf zijn. Ik wil mijn stem laten horen. Ik wil laten zien wie ik ben. Mm-hmm. En vanaf dat moment dacht ik, oké, vanaf nu ben ik echt. Vanaf nu ben ik gewoon echt wie ik ben. That's it. Dat is wel in mijn leven echt een van mijn transformaties geweest. Tot de dag van vandaag, als ik mensen tegenkom van de middelbare school, die zeggen dan van, wow, wat is er met jou gebeurd? Ja. Ik vind dat... En ik hoor het zo vaak dat ik eigenlijk zelfs een beetje ben gaan schamen voor wie ik was op de middelbare school. Dat ik niet mezelf heb kunnen zijn. Of dat ik niet mezelf ben geweest. Maar ik denk dat het niet... Dat je niet iemand anders was... Maar dat er gewoon twee gedeeltes van je zijn. Je kan en een clown zijn en gewoon heel hele diepe gedachten hebben of hele duistere gedachten. Mensen denken heel vaak dat je niet en vrolijk kan zijn en verdrietig of zo. Die twee, als je de een bent, dan ben je niet de ander. Ja, maar als ik dan terugdenk aan de motivatie waarom ik die clown uithing. Ja. Ja, dat is iets waar ik me tot op de dag van vandaag wel toch een beetje van denk van, oké, dat had ik misschien anders moeten doen. Weet je, ik bedoel, de enige reden dat ik dat deed was omdat ik niet mijn ware gezicht durfde te laten zien. Heel simpel. Maar wat je nu schrijft bijvoorbeeld, is op zich, het zijn best wel duistere gedichten. Het gaat over hele diepe emoties, verdriet heel vaak. Mm-hmm. Maar je bent ook gewoon een vrolijke jongen. Je maakt ook grapjes. Ja. Het is niet dat je alleen maar dat hele diepe, hele verdrietige, serieuze jongen bent. Nee, absoluut niet. Maar het is ook de wijze waarmee je omgaat met dingen. Mm-hmm. Kijk, het leven is niet perfect. Voor mij ook niet nu. Je maakt nog steeds dingen mee. Heb jij ook. Heeft hij die ook. Heeft zij ook. Heeft iedereen. Maar het is meer de wijze waarop ik met dingen omga nu. Ik kan dingen heel makkelijk van me afzetten. Mm-hmm. Door er gewoon nuchter naar te kijken. Maar wat ik niet doe is, ik verstop me niet voor gevoelens of voor bepaalde dingen. Ik spreek erover. Ik compenseer het niet door bepaald gedrag of zo. Het is compleet anders dan hoe ik dat voorheen deed. Het meeste van wat ik schrijf is ook niet gerelativeerd aan mezelf persoonlijk. Dus dat maakt ook al wel een verschil in die balans. Mm-hmm.
Maar ja, het is meer hoe ik met de dingen omga nu. Nog steeds maak ik wel dingen mee die ik soms best wel als heftig ervaar persoonlijk. Dat hebben we allemaal wel. Daar schrijf ik dan ook wel over. Maar die gevoelens, die steek ik in dat gewicht. Maak ik een denkbeeldig doosje van. Doe dat doosje dicht. En that's it. En ik ga door. Ben je er ook yes. Ja. Klaar mee. Ja, en ik ga door. Heel simpel. Heel simpel is een beetje makkelijk gezegd, maar... simpel concept, heel ja, zwaar om uit te voeren. Ja, ja. Inderdaad, dat is mooi gezegd. Het is meer de wijze waarop ik met dingen omga. En toen sijpelde echt gewoon... ik droeg destijds echt gewoon dingen in me mee, dagelijks, constant. Ik liep met dingen rond, maar ik durfde er niet over te praten. Want behalve de dingen waar ik mee zat, zat ik ook nog eens met het feit dat ik niet zo goed kon praten volgens mezelf. Dus dan praat ik gewoon niet. Dan maak ik mezelf niet belachelijk. Dan verspil ik de tijd van mijn omgeving ook niet. Maar ja, en dan ga je dat compenseren ergens. Het komt ergens tot uiting, ergens uit, weet je. Ja. Weet je, maar is wel echt een enorme weg. En zoals ik al zei, als ik er nu aan denk, denk ik van oké, had ik echt anders moeten doen. Ja. Ik weet wel dat als ik kinderen krijg later, dat ik ze deze boodschap mee ga geven. Jezelf zijn. Ja, jezelf zijn. Inderdaad, jezelf zijn, ook als het moeilijk is. En ook als het niet overeenkomt met... je omgeving. Wat jij bijvoorbeeld, het beeld wat jij van ze hebt. Ja, ja. Absoluut. En dat lijkt me het allermoeilijkste als ouder. Dat je een bepaald beeld hebt van je kind. Mm. En dat het niet echt helemaal overeenkomt met wie ze echt zijn. Ja. Dan is het niet alleen maar dat zij daar... vrede mee moeten hebben, maar dat jij er ook als ouder vrede mee moet hebben. Dat is best wel lastig. Dat lijkt mij best wel. Maar ik denk dat we als mens moeten accepteren dat we niet de absolute waarheid in pacht hebben. Klopt. Dat ik niet weet wat de absolute waarheid is, wat absoluut goed is. En dat jij dat ook niet weet. En dat jouw kind dat ook niet weet. En jouw vader en moeder dat ook niet weet. Ik bedoel, je leert continu van elkaar. Je groeit. Elke mens heeft weer andere behoeftes, andere wensen, beleeft dingen op een andere manier. Er is geen goed of fout. Mm-hmm. Je moet, LV staat er ergens. LV, yes. Ja, en dan kan je gewoon volgens mij de rode knop indrukken. En dan weer op. Ja, weet je, ik bedoel, we leren constant van elkaar. Als ouder leer je van je kinderen. Jouw kinderen die leren heel veel van jou. Het is echt een wisselwerking van dynamiek. Zolang je maar de vrijheid krijgt om jezelf te kunnen zijn. Ja. Omdat iedereen anders is en niemand het beter weet eigenlijk. Heel eens. En ik geloof er oprecht in dat iedereen met elkaar kan matchen. Dat iedereen wel een middenweg met elkaar kan vinden. Iedereen kan dat. Ja. Daar geloof ik oprecht in. Als je van het goede uitgaat van elkaar. Inderdaad. Goede intenties hebt. Ja. En dat begint bij praten. Als jij kenbaar maakt wat je beleeft en niet heel achterdocht in je achterhoofd beelden gaat vormen over mensen van hey. Voordat je met diegene hebt gesproken. Hij doet dat vast omdat hij straks dat van mij wil. Ja. Of hij. Dat leeft heel erg in mensen. Maar dat komt omdat ze niet durven te praten over dingen. Zeggen, maar precies. Als ik het benoem, dan vat hij het vast zo en zo. Nee, als je het benoemt, dan begrijpt hij waar je mee zit. En dan kan je hem vragen of hij jou daarin tegemoet wil komen. Als hij dat wil, oké. En als hij dat niet wil, is het ook oké. Maar dan weten jullie beide waar je toe bent. Weet je. So. Maar dat is moeilijk. Dat is een van de moeilijkste dingen is om vrede te krijgen met jezelf. Ja. Als je vrede hebt in jezelf, dan kan je, zeg maar,
genereus zijn naar andere mensen. Dan kan je uitgaan van het beste van anderen. Klopt. Dan kan je goede intenties hebben. Ja. Maar als je niet echt vrede hebt in jezelf, dan ben je altijd achterdochtig. Ja. En dan denk je, oh, maar die kan mij pijn doen. Die kan iets van me afpakken. Ja. Ja. Dat is best wel een moeilijk pad om te bewandelen. Ja, absoluut. En je kan mensen er vaak, je kan mensen niet kwalijk nemen vaak. Nee. Omdat het een patroon is van dingen die ze hebben geleerd. Meegekregen als kind. Dingen die je hebt meegemaakt. Ja. Is het moeilijk om mensen daarop te wijzen? Om daar ook uit te komen. Ja, absoluut. Ik denk dat jij lijkt er helemaal uit te zijn gekomen. En dat, ik weet niet of je dat ervaart als iets wat je helemaal zelf hebt gedaan. Maar misschien is het ook een stukje DNA. Dat altijd al een beetje in je zat. Bijvoorbeeld toen je die problemen met je spraakgebrek had. Dat je dat omzette naar iets filosofisch. Dat je daar echt een levensles voor jezelf uithaalde. Op die leeftijd. Mm-hmm. Ja. Denk je dat... Ik denk eerlijk gezegd niet dat iedereen dat zou hebben gedaan. Ik denk dat het een stukje, een soort van gave is wat jij al in je had. Mm-hmm. En omdat je dat misschien beseft, dat weet ik niet, maar dat dat ook een stukje dankbaarheid is. Dat is een interessante gedachtegang. Ik zou ook absoluut niet kunnen beantwoorden waarom ik er zo mee ben omgegaan. Het enige wat ik voor mezelf kan bedenken is, ik ben enorm dankbaar dat ik ben gaan stotteren. Mm-hmm. Echt waar. Als ik het nog een keer mocht doen, dan zou ik zeggen, alsjeblieft laat me stotteren. Als je kon kiezen tussen wel of niet. Echt waar. Het heeft me zoveel dingen bijgebracht, zoveel inzichten. Het is echt een van de mooiste dingen die me zijn overkomen. Echt. Dat meen ik oprecht. Ja. Het is een les die ik niet op een andere manier... Het zijn lessen die ik niet op een andere manier had kunnen leren. Je moest er echt doorheen gaan. Ja. En vanuit mijn godsdienst zeg ik ook dan ook Godzijdank. Ja. Ja. Als je mij vraagt waarom ik er zo mee ben omgegaan, dat ik het heb omgezet in juist een kracht, in een filosofie, dan is het enige wat ik kan bedenken is, Godzijdank. Dat is voor mij echt de enige bron van kracht die ik zie, die ik op dat moment had en die mij is geboden. Ja. Ik denk dat religie dat best wel vaak met mensen doet, geloof. Dat, ja. Je hebt iets dat je naar binnen keert ook. Ja, ja ook. Dat ook. Je bezig, ook niet alleen maar bezig bent met fysiek, met je lichaam, maar ook met je mentale aspect. Ja. En voor sommige mensen, als ze geen religie hebben, dan hebben ze daar geen uitlaatklep voor. Dat klopt. Sommige mensen hebben dan filosofie of zo. Ja. Als je leest, dan heb je dat ook. Dan ben je ook heel erg met je eigen gedachten bezig. Ja. En ik denk dat het een verloren aspect is van religie. Dat mensen niet doorhebben dat het ook echt mentaal best wel belangrijk is. Ja. Ja, kijk, weet je wat is... Ik geloof erin dat wij mensen, weet je, we hebben een fysiek kant. Mm-hmm. Maar ook een spirituele kant. En voor in de beleving, als mens zijnde, worden die twee dingen vaak door elkaar gehaald. Vaak voelen mensen een behoefte. Mm-hmm. En dan denken ze dat ze die kunnen stillen op een bepaalde manier. Maar dat gebeurt dan verkeerd. Maar eventjes een heel basaal en cliché voorbeeld te geven. Ik ken heel veel jongens die zeggen van, weet je, ik voel een bepaalde leegte in mijn leven. Nou, dat zijn dan jongens die geld willen maken, kopen de nieuwste auto's, horloges, schoenen, et cetera. Maar wat ze in feite aan het doen zijn, is ze rennen constant achter die behoefte aan. Ze proberen constant die behoefte te stillen, die leegte op te vullen die ze beleven. Mm-hmm. Ze proberen die leegte op te vullen met die nieuwe auto, met het nieuwe horloge. Of een nieuwe iPhone. Of weet ik het. Maar elke keer als ze dat horloge hebben gekocht, of die auto hebben gekocht,
Weet je, dan denk je van, oh, eigenlijk had ik meer verwacht. Eigenlijk er is altijd had ik nu... meer. Je hebt nooit genoeg, dat ja, is het juist. Punt, ja. En wat je constant hoort van weet je, ik had gedacht dat ik er gelukkig van zou worden, maar dat was hem toch niet. Misschien moet ik toch een ander mobiel kopen. Misschien is die beter. Zijn continu aan het rennen achter materialistische zaken aan. En dan hetzelfde. Terwijl de bron waarmee ze zich moeten voeden is spiritueel. En het hoeft niet per se godsdienst te zijn. Hoeft het absoluut niet, maar die spirituele kant van hen, die heeft honger. Die is leeg. Die wil gevoed worden. Mm-hmm. Maar die wordt compleet genegeerd. En mensen die schenken daar geen tijd aan. Dus ze keren niet in zichzelf, om zichzelf af te vragen van, hey, wat beleef ik? Wat voel ik? Waar heb ik behoefte aan? In plaats daarvan proberen ze het juist te stillen met materialistische zaken. Daarom, in mijn optiek, zijn heel veel jongens en meisjes ook, heel veel mensen, laat ik zo zeggen, mm-hmm. die gaan aan de drugs, aan de alcohol, aan wat dan ook. Gewoon puur om zichzelf te drogeren. Om die hele behoefte die ze ervaren, die leegte, te stillen. Weet je? Die moet eventjes... ze willen daaruit ontsnappen. Inderdaad. Maar als dat middel wat ze dan hebben gebruikt, dat vertovende middel dat ze hebben gebruikt, uiteindelijk het lichaam uit het lichaam is gewerkt en ze weer helemaal nuchter zijn, dan zitten ze met hetzelfde vervelende gevoel waarmee ze zaten voordat ze begonnen aan de drugs of aan de alcohol of wat dan ook. En mensen die blijven dus in een vicieuze cirkel waaruit ze niet ontsnappen. Omdat ze de kern niet aanpakken. Juist. Ja. En waarom ik dit aanhaal is... ik heb voor mezelf heb ik toen ervaren dat mijn spirituele kant... had toen aandacht nodig. En omdat ik die toen heb besloten te verzorgen... heb ik daar heel veel aan gehad. Ik heb het aandacht geschonken. Ik heb gekeken, oké, van waar heb ik behoefte aan op basis van gevoel? Mm-hmm. Welke dingen helpen mij om dat gevoel te versterken dat ik wil? Welke dingen moet ik daarvoor doen? Voor mij was dat mijn godsdienst. En daar heb ik me toen ook echt aan vastgehouden. Dat is voor mij echt een pilaar in mijn leven die ik zie als eigenlijk de bron van alles wat ik doe. Gewoon het fundament. Dat is voor mij persoonlijk, is dat echt de bron van al het succes dat mij is overkomen tot nog toe. Ja. Hoe ervaar je niks het dan anders als mensen datgene wat voor jou zo'n belangrijk fundament is, ja, in zo'n ander daglicht stellen of zo'n negatieve mening erover hebben? Zo negatief zien. Ja. Ja, kijk, je probeert je ook wel een beetje te verplaatsen in de mensen die zich negatief uitlaten over de godsdienst die je aanhangt. Mm. En daar probeer je in te verplaatsen. Je probeert mensen te begrijpen. Want alleen maar als je mensen begrijpt, dan kan je in dialoog met ze gaan en eventueel er iets uithalen of iets veranderen. Mm-hmm. Nou goed, dan ga je kijken waardoor komt het. Die mensen die hebben een bepaalde beeldvorming. Ze zien in dit geval moslims in hun omgeving die eigenlijk dingen doen die ik zelf ook niet leuk vind, weet je? Dingen waarvan als ik ze zelf zou zien dat ik me dan ook negatief zou uitlaten. Dus wat dat betreft begrijp ik het wel. Ik begrijp dat die mensen zich negatief uitlaten. Oh. Battery. Sorry. Nee, niet erg. Take your time. Hoe zit jij met tijd trouwens? Tot half, hè? Half één is in principe wel prima. Top. Moet ik iets aangeven? Ik moet een batterij hebben. Oké.
draait. Ja. Maar het is niet hetzelfde merk, toch? Nee, het zijn twee verschillende. Oké. Okay. Een Nikon en een Canon. Dit is een Nikon en dit is een Canon, oké. Ja. Het zegt iets slechts over de Canon. De Yes. Even kijken, waar waren we gebleven? Ja. Ik was aan het vertellen over dat ik me wel kan plaatsen in mm-hmm. het feit dat die mensen zich negatief uitlaten. Ja. Maar hoe ik daarmee omga, ja. Ik begrijp dat ze zich er zo over uitlaten. Ik begrijp dat die denkbeelden spelen. Ik heb zoiets van, wat kan ik nog meer doen dan mijzelf zijn en wel uitdragen hoe ik mijn godsdienst echt zie. Mm-hmm. Op een gegeven... Kijk, ik heb op het begin, toen de hele fase begon van het aanvallen van de islam en verklaren ze allemaal voor agressieve gekken. Toen dat allemaal begon, voelde ik me ook best wel geïntimideerd en aangevallen. Je gaat proberen om toch een beetje je stem te laten horen van hey, dat is niet zo en dit is niet zo en hou daarover op en zo moet je echt niet denken. Maar op een gegeven moment dan merk je dat je eigenlijk jezelf aan het verdedigen bent. Mm-hmm. Na een tijdje kwam ik er echt achter dat ik continu mezelf aan het verdedigen was. En als je jezelf aan het verdedigen bent, dan geef je jezelf eigenlijk het gevoel dat je wordt aangevallen. Dat is mooi, man. Draai. Ja. Dus dat lampje is toen gaan branden van hey, ze vallen jou niet aan. Mm-hmm. Jij bent niet zo. Je moet je alleen maar aangevallen voelen als jij je kan vinden in hetgeen wat zij zeggen. Ja. Toen heb ik mezelf echt stapje voor stapje ervan overtuigd en laten accepteren van, weet je, hou voort aan je mond en laat gewoon zien hoe het moet in daad. Behandel mensen respectvol, bejegen mensen respect, ongeacht welke godsdienst, welke overtuiging, welke geaardheid, wees gewoon in de omgang naar mensen toe zoals jouw godsdienst jou dat beveelt. Mm-hmm. Zoals jij denkt dat het goed is. Zoals jij dat beleeft. Praktiseer jouw godsdienst zoals jij hem interpreteert. Zoals jij hem beleeft. Op de juiste manier. En er viel toen echt een enorme spanning van mij af met betrekking tot dit onderwerp. Mm-hmm. Het allereerste wat je eigenlijk merkt, is dat als je je omgeving wil veranderen, dat je jezelf moet veranderen. Echt waar. Dit is echt, ik denk, als je ziet dat je mensen benadert met deze open wijze, ongeacht het feit dat je eigenlijk in de schaduw wordt geplaatst van de maatschappij omdat je een bepaalde godsdienst aanhangt. Als je mensen dan alsnog liefdevol benadert, barmhartig, respectvol, dan zie je dat zij uiteindelijk hetzelfde gaan doen. En misschien niet omdat zij dat willen, maar gewoon als mens. Uit schaamte. We zijn het gewend. Ja. Als groepsdieren is dat inderdaad wat je doet. Ja.
als mens gewoon. Dat is gewoon als mensen niet kunnen accepteren dat ze jou slecht behandelen als jij ze goed behandelt. Precies. En zo mooi om dat te zien. Dat is echt van een van de grootste eye-openers die ik heb gehad. Als je wil dat mensen jou anders behandelen, vertel ze niet dat ze je anders moeten behandelen, want dat gaan ze niet doen. Behandel hen anders. Ja. En dan zal je zien dat ze jou anders zullen behandelen. Dan heb je nu ook het idee dat omdat je nu beter leeft, je leeft eigenlijk zoals je wil, mm-hmm. je draagt jezelf uit naar de buitenwereld zoals jij dat eigenlijk wil, mm-hmm. dat je leven er ook beter op is geworden? Absoluut. Absoluut, ja. Dus absoluut. Alleen al door datgene te doen wat je wilde doen, ja. niet zozeer door materialistische dingen, je bent er niet rijker op geworden, je bent niet... Nee, ik ben er rijker op geworden, absoluut, als mens. Ja, mentaal. Ja. 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 Dus eigenlijk is dat best wel een makkelijke, simpele manier om het te doen. Het concept is makkelijk. Ja. Precies, alleen maar weer de uitvoering. Ja. Je ondervindt heel veel weerstanden. Ten allereerste, je moet de eerste ronde winnen van jezelf. Dat is gewoon de allereerste ronde die je moet vechten. Je moet jezelf, ja, die ik, die gewend is om te buigen voor alles, moet je gewoon even knock-out slaan. En vervolgens moet je dan, ja, moet je jezelf er toe aanzetten om te groeien in de richting waarin jij wenst te groeien. En dan kom je op in een bepaalde fase waarin die groei, die neigt de comfortzone van andere mensen te gaan overgroeien. Te gaan bedekken, misschien wel te beschaduwen. Mm-hmm. En dat is waar andere mensen in beeld gaan komen. Waar vaak zijn dat toch de mensen die dichtst bij je staan. Absoluut. Absoluut. Als jij een droom hebt, als jij een bepaalde ambitie hebt, als jij een bepaald doel hebt. Het zijn niet de haters, zoals ze zeggen. Niet de mensen die ver weg mee staan. Het doet me echt pijn om dit te zeggen, maar het zijn de mensen om je heen, je eigen mensen, die je als eerst zullen vertellen. Hey, jij bent gek. Dat gaat je niet lukken. Dat lukte en mij niet, eens, dat gaat jou ook niet lukken. Niet eens uit een slecht. Niet met slechte intenties, maar juist omdat ze het beste met je voor hebben en zeggen, oh, ik heb dat geprobeerd, het is echt pijnlijk, je moet het niet doen, het is een moeilijke weg. Het is een combinatie van heel veel dingen. Ik geloof er oprecht in dat mensen het goede met je voor hebben, maar het onderbewustzijn speelt een hele grote rol. Hmm. Als jij iets neigt te gaan doen wat andere mensen niet voor elkaar hebben gekregen, dan breng je hen in een hele ongemakkelijke situatie. Je confronteert ze eigenlijk met een bepaald gevoel dat zij al lang weg hebben gestopt. Het gevoel dat ze iets hebben gelaten omdat het ze niet is gelukt. Ja. Het gevoel van falen. Dat haal jij als persoon in wezen, haal je dat in ze naar boven. En dat begrijp ik ook wel. Alleen ik begrijp niet hoe jij als persoon jouw eigen verlies aan een ander kan willen doorgeven. Als je weet hoe verschrikkelijk dat verlies eigenlijk voelt. Maar ik denk dat wil je toch niet doorgeven? Ik denk dat het juist vanuit die plek komt en dan vanuit liefde. Want ja, het is inderdaad verlies. Ze weten hoe pijnlijk het was, hoe zwaar. En dan denken ze, ik wil niet dat hij dat pad inslaat. Ja. Omdat ik überhaupt niet wil dat hij dat voelt. Ja. En de kans bestaat dat het hem ook niet lukt. Ja. Ja. Dus dan gaat hij dat ook voelen. Ja. Dus ik denk dat het wel uit een goed deel van hun hart komt. Ja. Maar gewoon niet de realiteit is. Niet datgene is wat iemand wil horen op het moment. Maar als je dezezelfde mensen dan vraagt van, stel dat het wel lukt, wat dan? Dan krijg je geen antwoord. Omdat ze denken, de ogen zeggen genoeg. Ja. Maar je krijgt geen antwoord. Ja. Je zegt maar ik begrijp je, maar stel dat het wel lukt, wat dan? Wat er hooguit gebeurt is, ze schudden hun hoofd. Ja. Er komt geen woord uit. Gaat niet gebeuren. Dat er geen woord uitkomt, zegt genoeg. Ja. Ze weten, maar om terug te gaan naar de basis van dit antwoord.
het zijn inderdaad echt je eigen mensen die als eerste uit je dromen zullen proberen te praten. Ja. Je eigen mensen. En dat is wanneer je die fase betreedt waarin jouw groei hun zone gaat overschaduwen. En die ga je daar als het ware proberen vast te zetten of tegen te houden. Er gaan dingen tegen je worden verteld op een bepaalde manier, op een verbloemende manier eigenlijk. Om je het gevoel te geven dat het mooi is dat je tot hier bent gekomen, maar weet je, zorg dat je hier blijft. Van, je hebt al zoveel mooie dingen gedaan, weet je. Verpest het nou niet door die kans te gaan wagen. Neem geen risico's. Dat kan nog wel eens fout aflopen. Maar stel dat het wel lukt. Daar heb ik het niet over. Wat is dan je uiteindelijke droom? Wat is het doel voor dit moment? Kijk, ik wil dokter worden. Mm-hmm. Daar ben je goed op weg naar. Maar ik wil meer dan een dokter worden. Ik wil echt zoveel meer dan een dokter worden. Mm-hmm. Ik besef me heel goed van als ik straks een dokter ben, ja, als ik aan het werk ben in het ziekenhuis, die witte jas aan heb of dat blauw pakje. Als ik eenmaal mijn dienst erop heb zitten, die witte jas uit heb gedaan. Wat dan? Wie ben ik dan? Wie ben ik dan? Mm-hmm. Ik wil meer zijn. En dat is misschien wel de reden waarom ik zoveel dingen doe naast mijn studie. Mijn studie doe ik met een bepaalde passie, met een bepaalde droom. Daar heb ik een bepaalde motivatie voor. Maar ik besef me heel goed dat het mij niet als mens compleet maakt. Ik eigen mezelf bepaalde vaardigheden toe met de studie die ik doe. Mm-hmm. Wat ik doe is ik zorg ervoor dat ik competent word om een bepaalde daden uit te voeren. Om bepaalde doelen te verwezenlijken. Maar als mens maakt dat me niet compleet. Wat mijn doel is, ik wil mensen inspireren. Mensen inspireren om zichzelf te zijn, om het beste uit zichzelf te halen. Om te doen waar zij in geloven. Om mensen er bewust van te maken dat het niet makkelijk is, maar dat het wel mogelijk is. Mijn doel, heel basaal, is om iedereen aan te moedigen om zijn eigen unieke talent tot uiting te laten komen. Om de wereld daarvan te laten proeven. Om dat niet voor zichzelf te laten houden. Er zijn zoveel mensen die hun dromen en talenten meenemen naar hun graf. Ja. Ja, op een kerkhof liggen zoveel boeken die nooit zijn geschreven, zoveel films die nooit zijn gemaakt, zoveel verhalen die nooit zijn verteld, zoveel talenten die nooit tot uiting zijn gekomen. Ontzettend zonde. En ik zie dat in. Het leven heeft me lessen geschonken die mij dat hebben doen inzien. En dan zie ik het als een verantwoordelijkheid om die lessen door te geven. Dat is de reden dat ik zoveel werk met jongeren. Omdat ik weet van de jongeren, dat is de toekomst. Dat worden de volwassenen van de toekomst. Die gaan de nieuwe maatschappij vormen. Ik besef me veel sterker dat bij de volwassenen kan je veel minder een verandering aanbrengen of een bepaalde boodschap bij overbrengen. Omdat zij een bepaald patroon gewend zijn, zit er hardnekkig in al jarenlang. Ze zijn ouder, ze weten het beter. Mm-hmm. Is gewoon veel moeilijker. Maar jongeren zijn heel kneedbaar. Zijn kneedbaar en ze hebben nog die wilskracht en dat licht, dat vuur van dromen, dat brandt nog bij hen. Ja. Dus dat kan je bijsterken. Dat is de reden dat ik werk met jongeren. Omdat ik weet van als ik de wereld wil gaan inspireren op de manier waarop ik dat wil, dan zijn de jongeren die dat straks gaan doen. En
mijn doel is dat zij dan weer individuen worden die zelf dezelfde boodschap weer overdragen. Dus als je me vraagt wat mijn doel is, dan is het vooral mensen inspireren. Ja. Dat is mooi. Ik moet zeggen, als dat je doel is, dan ben je niet alleen goed op weg, maar dan ben je er eigenlijk al mee bezig. Want je hele verhaal, je niet alleen dit gesprek, maar alleen als ik van ver af kijk, ben je al een hele inspiratie om te zien de dingen die je op Instagram zet, de gedichten die je daar schrijft, sowieso super hoog niveau. Dus ik denk dat het überhaupt een, dat je daar sowieso succes mee zal hebben. Maar ook gewoon je hele verhaal. Als ik mensen over jou hoor praten, ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is, of een van de makkelijkste manieren is om erachter te komen hoe mensen zijn, is om te horen wat mensen achter hun rug om over ze zeggen. En bij jou is het bijna altijd, ik denk eigenlijk altijd alleen maar positief geweest van wat ik heb gehoord. Nou, ik moet daar bescheiden voor bedanken, maar ja, kijk, we hebben allemaal wel onze goede en mindere goede kanten. Tuurlijk, tuurlijk. Maar het is mooi om te horen dat mensen, ja, de goede intenties, de goede eigenschappen, het overwicht laten hebben. Ja. Ja, in beeld wat ze uiteindelijk hebben. En ik denk dat we allemaal wel een stukje bijdragen aan de wereld op onze eigen manier. Absoluut. Ik doe heel veel dingen die in mijn vermogen liggen. Mm-hmm. Die in mijn vaardigheden liggen, die mij zijn geschonken. Godzijdank. Maar er zijn ook heel veel vaardigheden die ik zelf niet heb. En dat is waar andere mensen dan waarvoor andere mensen een kans in ligt om daarop in te spelen. Ik maak een verschil, jij maakt een verschil, de buurman maakt een verschil op zijn manier. We dragen allemaal samen bij aan, ja, aan het geluk van het geheel, denk ik. En ik weet dat soms, ja, soms is het heel holistisch om zo te denken. Zweverig. Heel zweverig. En denk van, weet je, heel idealistisch. Wees down to earth. Hou op met dromen. Maar dan denk ik van, weet je, nee, het kan toch gewoon. Maar dat is iets waar ik nog constant mee worstel. Weet je. Ja. Het kan zo mooi zijn, maar ja. Ik denk dat kan het echt, echt zo mooi zijn. Ja, ik denk dat het goed komt, man. Echt. Ja. Je bent goed op weg en de dingen die je doet, die hebben nu al best wel een impact. Dus dan, dankjewel. Dat moet een soort van een stimulatie zijn om ermee door te gaan. Heel erg bedankt. Top, man. Heel erg bedankt. Jij bedankt. Hey.